Michelin 1-10 verlies, ja, dat wil toch wel zeggen dat AKC de betere ploeg was, denk ik. Ja, dat wisten we al op voorhand. Hans het seizoen verliezen we altijd tegen AKC. Maar wij doen gewoon ons best. En ik had een doel gericht met de kinderen. 10 en niet meer binnen later. Ik bedoel, 10 kansen mogen ze hebben en dan is het gedaan. En de tweede helft hebben de kinderen fantastisch verdedigd. En hebben wij wel weinig kansen gemaakt. Maar ja, dat is het korfbalspel. En ik ben heel trots op de spelers. En zou ik zeggen, AKC is de beste ploeg van de kadetten. En iedereen moet zich daarbij neerleggen. Maar het is altijd plezant om tegen zo'n goede ploeg te kunnen spelen. En het is toch ook wel leuk, denk ik, dan, dat je als vice-kampioen, want de kinderen staan er wel in de finale. Ja, dat was ons doel ook. Dus het was echt ons doel van we gaan voor de tweede plaats. We zijn gans het seizoen al de tweede. In rangschikking altijd al geweest, zowel in veld ook. En daarom gingen we echt voor dat doel. We blijven tweede. Gisteren hebben we ook enorm goed gespeeld. En het doel was de tweede plaats. En dat hebben we bereikt. Ik denk dat de club 4 mag zijn. En dat er goed gewerkt wordt. Want Putsen staat wel elk jaar in een finale. Ja, inderdaad. Ieder jaar staan we er. Dus we hebben een goede jeugdwerking. Maar dat is ook dankzij de goede inzet van onze jeugdcoördinators, de trainers en de kinderen die altijd aanwezig zijn op training.